Hoe zorgen we ervoor dat jouw event ondersteund wordt met goede slides? Hier volgen 3 tips. Het zijn heel veel elementen samen die ervoor zorgen dat jij een professioneel event hebt. Een van die elementen die nog wel eens over het hoofd wordt gezien, zijn goede sheets. Vandaar deze tips. Tip 1. Zet alle slides in 1 doorlopende presentatie aan het begin van je programma. Hiermee voorkom je dat iedere spreker het podium oploopt, zijn eigen PowerPoint-presentatie moet gaan openen en klaarzetten voordat hij kan starten met zijn presentatie. Kortom, verzamel alles van tevoren en zet het achter elkaar in 1 slide deck. Tip 2. Beperk het aantal slides. Werk vooral ook met mooie foto's met weinig tekst in plaats van andersom. Probeer ook je sprekers te stimuleren om met zo weinig mogelijk sheets te werken. Je kan bijvoorbeeld heel goed afspreken met alle sprekers op jouw bijeenkomst dat iedereen maar 5 sheets mag gebruiken. Je zal zien dat je sprekers op die manier zich veel beter zullen voorbereiden op de kwaliteit van hun sheets. Tip 3. Zorg voor goede overgangsslides. Overgangsslides zijn slides die je tussen 2 programmaonderdelen in beeld brengt. Je wil namelijk niet dat je dagvoorzitter, terwijl die een bruggetje aan het slaan is tussen spreker 1 en 2, nog de laatste sheet van spreker 1 achter zich heeft staan. Of dat je de pauze aankondigt en dan ook nog steeds een sheet van een spreker hebt staan. Kortom, zorg ervoor dat je tussen al die programmaonderdelen een mooie, neutrale sheet hebt. Bijvoorbeeld met het logo van je organisatie. Of met het logo van de titel van het event. Kortom, besteed aandacht aan het slide deck van jouw event. Dit is echt een detail dat het verschil kan maken tussen een rommelig programma en een professioneel programma.